Je zou mij kunnen kennen van onder andere Geer en Goor zoeken een hobby. Vanavond gaan Geer en Goor naar Almere om daar wat eenzame ouderen te bezoeken. Maar het kan ook zijn van imitaties. Hallo, mijn bouwer. Ja, moet je luisteren. Ik kan hier wel een liedje zingen, maar ja, daar is eigenlijk helemaal geen tijd voor, joh. Eigenlijk heb ik een soort radiohoofd. Dat wil zeggen dat je niet mij moet zien, maar moet horen. Een producent, die verkopen alle stemmen voor één bedrag, voor dezelfde prijs. En die vinden het dan gek dat ik daar niet aan meedoe. Ja, maar alle stemmen zijn niet hetzelfde. Want die slager die bij jullie adverteert op de radio, die verkoopt ook alleen maar vlees. Maar toch is een biefstuk echt duurder dan een bal gehakt. Ja, dat klopt. Nou, ik ben de biefstuk. Je maakt hele gekke dingen mee eigenlijk. Toen werd ik echt gebeld door het stemmenbureau waar ik toen nog veel voor werkte. Kun jij motorgeluiden nadoen? Hoe bedoel je? Bedoelt, jamma. Zoiets, weet ik veel wat. En ja, dat bedoelen ze. Ik heb mijn eigen grenzen. Ik vind dat heel belangrijk, maar dat heeft ook wel te maken met hoe ik ben. En dat zit me ook misschien wel eens in de weg. Maar ik heb dat wel aan mijn product gehangen, omdat ik ben mijn product. Ja, hoe ver ga je? Nou ja, er zijn grenzen. En dat spreek ik ook altijd wel af met mijn opdrachtgevers of met de redactie. Van, ik zeg niet zomaar alles, dus hou daar een beetje rekening mee. Je hebt dus zeg maar periodes dat het ineens heel stil kan zijn. En dat is echt heel gek, want je kan daar de vinger niet op leggen. Je bent natuurlijk een beetje de speelbal op de agenda van andere mensen. En je hebt daar zelf nauwelijks invloed op. Maar wat echt heel belangrijk is, wees eerlijk, kom je afspraken na. Doe wat je belooft als ZZP'er. Men moet op je kunnen bouwen.